Carina Veenstra, ik ben 23 jaar, ik woon in Nieuwegein en ik werk bij ISS en de locatie bij Movares. Ik werk nu bijna een jaar. Ik heb in het begin iets meer tijd nodig om dingen te weten en begrijpen hoe het moet. Omdat ik zeg maar TOS heb, taalontwikkelingsstoornis. En ik heb wel eens gehad dat ik dan bij een bakkerij aan de slag ging en dat ze dan nog geen tijd hadden om voor mij uit te leggen. Omdat alles snel, snel, snel moet. Ja, zoals met als ik de salade maak of de matsla, dan kan ik nog wel onzeker zijn van doe ik het wel goed. Doe ik de goede ingrediënten wel bij elkaar. Maar dat is gewoon een kwestie van meer doen en ervaring in krijgen. Ik vind het allerleukste om te doen om de kassawerkzaamheden en de broodjes. Ja, gewoon de mensen begroeten en dan fijne maaltijd wensen en dan gewoon een praatje met ze houden. Ja, het is gewoon een prettige werksfeer. Niet dat het zo zakelijk is, maar gewoon dat je een beetje lolletje kan trappen met elkaar. Arthur is de catering manager, dus die stuurt me een beetje aan. Als er iets is, dan kan je altijd bij hem terecht, maar ook bij de andere collega's wel. Ja, zij is hier dus inderdaad binnengekomen als gewoon iemand van ons. We hebben er ook niet op een andere manier behandeld of op een andere manier benaderd. En ja, dat heeft eigenlijk wel eens vruchten afgeworpen. Want ja, ze werd steeds beter, steeds zelfstandiger. En ja, heel eerlijk, ze draait nu zelfs al kleine borreltjes zelfstandig. Dus ik denk dat we een hele goede weg ingeslagen zijn met haar. Voor de 2 maanden geeft ze 1-op-1... begeleiding, ook door iemand uit de Wajong. Dat vond ik wel fijn, want dan weet je waar je op kan terugvallen. Zoals je iets niet weet, dan kan je gewoon altijd vragen stellen, dan hoef je niet bang voor te zijn. Het is hartstikke servicegericht, doet het met heel veel plezier. Dat plezier spat er ook af en dat zie je dus ook op het moment dat we een borrel hebben. En mensen kunnen veel meer, zijn misschien een aantal beperkingen, maar ze hebben ook heel veel kracht. En die kracht kunnen we prima inzetten in bedrijven. Nou, ik ben blij dat ik wel een goede baan heb. Ik ben een persoon die graag iets wil ondernemen of iets wil doen. En ik hou niet zo van stilzitten thuis. Ik hoop dat ik nog vele jaren bij ISS kan werken.